Land van Kuik Boert Bewust organiseerde voor de tweede keer de fietstocht Op weg naar je diner. De deelnemers konden middels stopplaatsen bij boeren kennis nemen van hoe de producten tot stand komen. En vooral wat erbij komt kijken voordat het op ons bordje ligt. Stopplaatsen waren bij melkveebedrijf Velderhoeve, pluimveebedrijf Van den Berg, akker- en varkensbedrijf De Zaanpeel, Gene Boomkwekerij, Brabant Hop, melkvee- en educatieboerderij Vermeulen en vertrek- en aankomstpunt melkveebedrijf Derks, alwaar een heus boerenfestivalterrein was gecreëerd. De fietstocht van ongeveer 30 kilometer bracht de deelnemers door het prachtige landschap Wanderooi, Landhorst, Wilbertoord en Sint-Hubert. Het platteland is landschap dat al eeuwen wordt gemaakt door boerenhanden. Na afloop kregen de deelnemers een heerlijke warme maaltijd voorgeschoteld met verse ingrediënten uit het land van Kuik. Mag ik u een kersenlikeurtje aanbieden? Een Lyon van Wely uit Steenstreek. Lyon is de zoon van een kersenteler, of van een fruitteler. En ze hebben heel veel fruit, soms over. En hij heeft gedacht, dan kan ik ook destilleren dat fruit. En dan maakt hij hele mooie, lekkere likeurtjes van. En dit is nummer 8, een kersenlikeur. Smakelijk! Nou, dit zijn eigenlijk alle producten die wij aan de varkens voeren. Dus dat is eigenlijk niet alleen de normale producten van tarwe, gerst en rogge. Maar wij hebben hier ook van allerlei bijproducten. Die normaal eigenlijk misschien afval zijn. Maar die kunnen we ook opvoeren. Dus tarwezetmeel is een vloeibaar restproduct. Er wordt ergens in de fabriek wordt er van tarwe... Worden suikers uitgewonnen en dan houden ze zoiets over. We hebben een melkveebedrijf, maar wij doen er ook wat dingen omheen. We hebben een educatieboerderij, wat houdt dat in? Wij ontvangen schoolklassen en die schoolklassen die komen hier door de middel van bijvoorbeeld koemelk, wat Leontien nou aan het doen is. Die gaat even kijken of dat ze nog de goede boerin is. Maar ook door meten en wegen en allerlei dingen met proefjes leren kinderen om ook met oppervlaktes te werken. En aldoende leren werkt beter als dat je in een schoolklas zit. Ja, het was geweldig. Een hele goede rit, een mooie tour. Dat hebben ze echt leuk gemaakt. En de bedrijven waren ook heel erg leuk. De mensen waren ontzettend enthousiast. Dat was echt leuk om te zien. Ze vertelden van alles erover. En de regenbui die we gehad hebben, nou, was even schuilen en er was ook helemaal geen probleem. Dus het was allemaal, het was heel goed. En de afsluiting hier, ja, het eten, ja, helemaal geweldig. En dan dat je een eigen product eet wat je nog gezien hebt, langs de weg, ja, dat maakt het helemaal lang. Het was echt leuk, ja. Ja, we hebben vandaag een geweldig mooie dag gehad. We zijn hier op het bedrijf van de familie Derks. We hebben hier gegeten met 120 mensen. Wat hebben we gedaan? We zijn op weg gegaan naar ons diner. Alle deelnemers, alle mensen die hier gegeten hebben, hebben hun eigen diner beleefd. Dat wil zeggen, we zijn gaan fietsen, 35 kilometer, langs gewassen, langs boerenerven. En ze zijn ook op de boerenerven geweest en ze hebben daar gezien de runderen, de varkens, de aardappelen hebben ze zien groeien. En dat alles tezamen is hier gekomen op een bordje. Dus... Nee, er waren heel mooie elementen in, ja. En zo kunnen we bij de boer nog eens een keer achter huis kijken. Sommige dingen gezien wat ik nog nooit gezien heb, ja. Samen hebben we ons diner beleefd. Samen hebben we ook over gesproken over de problemen, de kansen die wij als agrariërs hebben. Uiteindelijk is het voor iedereen denk ik belangrijk dat we weten wat we eten. Want we weten allemaal elke dag, zeker 3 keer per dag. En het is goed om te weten wat stop ik in mijn mond.
En dat is het mooie wat hier gebeurt, is dat mensen ook echt zien van, hé, het komt niet uit de supermarkt, maar het komt van een boer en tuinder. Fijne ontvangst op de bedrijven, leerzame dingen, nog nieuwe dingen geleerd vandaag. En een hartelijke ontvangst met zijn eigen producten en heel mooi ook bedrijven te leren kennen waar je altijd langs op komt, gefietst of gewandeld, waar je eigenlijk gewoon niks van weet wat er eigenlijk werkelijk gebeurt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over de boomkwekerij Gene. Ja, ik vond het echt een leerzame fietstocht vandaag. Ja. Nou, ik vond het een hele fijne dag. Ten eerste gezellig. Maar als ik dan kijk hoe het er allemaal uitgezet is, het hele programma, vond ik erg gevarieerd. We zijn bij verschillende melkveehouderijbedrijven geweest, koeienboeren. En zo'n verschil van veehouderij bij de koeienboeren, fantastisch. En het is niet altijd even makkelijk om koeien te houden, of om kippen te houden, of om een aardappel te telen, of om een appel te laten groeien. En dat is het mooie hiervan. Dus samen beleven. Dat is wat we vandaag gedaan hebben.